Als we ze kunnen krijgen, dan zeggen we natuurlijk heel hard ja. Ze maakten samen de EP Chocolade, de New Cool Collective en Typhoon. En ze staan hier allemaal om mij heen. Ja. Typhoon, ik begin even met gewoon het hoesje van Chocolade. Daar ben jij helemaal wild van. Ja, we zijn er allemaal wild van. Mari Boer, de illustrator, die heeft zoveel werk en liefde ingestopt. Net als wij met de plaat. En morgen ligt het in de winkels en zondag is de grote dag voor ons. Wat gebeurt er zondag? De release in de Melkweg en we gaan een feestje maken. Ja, en dan gaan jullie... Dan is het op, hè, de samenwerking, althans voorlopig, of niet? Dit jaar wel, dus als je erbij wilt zijn, dan ben je bij deze uitgenodigd. Als je een feestje wil, zondag in de Melkweg. Ja, zondag in de Melkweg. Benjamin, saxofonist, een beetje de leider van de New Cool. Wat heb je nu eigenlijk? Want je hebt geen sax bij je? Nee, ja. Wat is dit? Dit is een stylophone, dat is een oud apparaatje dat in Engeland bekend is gemaakt door Rolf Harris. Dat klinkt toch weer zo? En het zit onder andere in Space Oddity van David Bowie. En zo. Maar wij hebben hem gebruikt voor die EP. Ik heb hem meegenomen naar de studio zonder enige bedoeling. Maar het past heel goed in het nummer. Dus je gaat niet blazen? Nee, ik ga alleen maar stylophone spelen. Kan ik heel goed. Oh jongens, zondag grote finale, dan gaan jullie ieder weer je weegs. En dan komen jullie vast nog wel een keer bij elkaar, want het klikt. Het gaat goed, hè? Ja, de samenwerking is, het is eigenlijk heel, heel organisch allemaal eigenlijk. En we vinden elkaar naast het toffe muziek maken ook erg aardig. Dus wie weet wat er nog gaat komen. Ja, wat gaan jullie spelen? Sluit er niets uit. Nee, daarom. Wat ga je spelen? Licht uit. Licht uit. Typhoon, New Cool Collective. Aanstaande zondag dus, in de Melkweg. En Chocolade ligt uiteraard in de winkels. Straks het wonder Tom de Witte. Hij is blind, maar kan via een kliktechniek lopen, fietsen en zelfs kleuren herkennen. Dat allemaal straks. Eerst Fokke en Sukke.